Basics Tutorial. Hi, ik ben Monique van Beats & Basics. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe tutorial. Op mijn webshop heb ik een aantal foto's staan van Leatherlook armbandjes. Die kosten een euro per stuk. Maar ik heb er ook een aantal opgeleukt met wat spijkkraaltjes en met de studs. En daar heb ik hele leuke reacties op gekregen. Dus ik dacht, het is misschien wel leuk om nog wat meer voorbeelden te laten zien wat je, hoe je je Leatherlook armbandjes kan opleuken. Wat ik vandaag ga doen, het eerste wat je nodig hebt is, ik gebruik twee verschillende soorten waxkoord. Van 1 mm en een halve millimeter. Ik heb een stukje jasseron, jumpring, wat bedels, roosjes, plakstickers. Ja, je kan echt alle kanten op. Verder heb je gewoon wat secondenlijm nodig en een tangetje. Nou, we beginnen met het waxkoord. Je hebt ongeveer een meter nodig. Zo. En dit gaan we om een bandje heen wikkelen. Nou, je moet niet het hele bandje omwikkelen, maar een stukje. Want je ziet, er zit een, ja, zo, het is een bandje, dus je hebt een stukje wat dubbel zit. Dus doe even een bandje bij jezelf om. Dan weet je precies hoe groot het is. Zo. En dit stuk tot hier, daar moet je stoppen met omwikkelen. Dus zet daar even een streepje met een pen. Dus je moet tot hier omwikkelen. En de gaatjes moet je natuurlijk ook niet overheen wikkelen. Dus dit is het stukje wat je omwikkelt met de draad. Nou, hoe maak je dat eraan vast? Gewoon met een knoopje. Zo. En dit draad, het stukje dat overblijft, laat je een beetje hier. Dat doe je zo. En daar wikkel je het andere draad overheen. Dan hoef je het verder niet. Dit stuk in ieder geval niet vast te lijmen. Het andere uiteinde wel. Maar dit doe je dan gewoon met een knoopje. En dan begin je langzaam met het omwikkelen van het bandje. Nou, let erop dat het hier in dit geval grijs en blauw, dat het netjes om en om blijft gaan. En zo wikkel je het hele bandje om tot de gaatjes. Nou, ik heb nu het hele armbandje omgewikkeld. Dan moeten we het nog even afwerken. Dan haal je het laatste dingetje weer een beetje los. En dan doe je de draadjes, steek ik er onderdoor. Dan pak je één draadje en dat steek je er weer onderdoor. Ik heb het niet gedaan, maar eigenlijk is het beter om de uiteinden even met een stukje een beetje blanke nagellak te doen. Dan gaat het niet zo zitten pluizen. Zo. Nu heb je die twee draadjes los en dan kan je er nog een extra knoopje in maken. En nog een knoopje. En als je knoopjes maakt met elastiek of met dit soort draad, ik doe er altijd een beetje nagellak of secondenlijm op het knoopje, zodat het gewoon echt goed blijft zitten.
en dan laat je het even drogen. Nou, dit is het eindresultaat van je armbandje. Je kan natuurlijk allemaal verschillende soorten en kleuren draad bij elkaar combineren. En zo ziet het er dan uit als je hem om hebt. Nou, dit is al heel erg leuk. Maar je kan het nog een beetje extra geven door er een bedeltje aan te doen. Je kan namelijk heel makkelijk aan zo'n stukje draad een jumpring doen. Ik heb hier een leuk sterretje. Kostte me 15 voor een euro. Nou, je doet hem even dubbel, dan komt de draad een beetje van het bandje af. En dan kan je het er zo achterlangs doen. En dan heb je nog een leuk bedeltje eraan. Nou, ik ben helemaal fan van mijn nieuwe wikkelarmband. En ik heb daarnaast nog een Leatherlook armbandje versierd met een metalen roosje. En met spiegelplaksteentjes die ik heb. Maar ik heb ook nog parelplaksteentjes, nog andere spikes. Echt heel veel leuke dingen kun je met die Leatherlook armbandjes doen. En ja, je kan ze gewoon als een riempje omdoen. Dus het is echt super simpel. Dus ik zou zeggen, leef je uit. Nou, bedankt voor het kijken. Hieronder vind je een link naar het materiaal dat ik gebruikt heb. En wil je nog meer sieraden tutorials vinden, dan kun je abonneren op mijn kanaal. Doei doei!